Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik je vertellen hoe jij sneller sterker kunt worden en waarom je hier niet altijd zwaar voor hoeft te trainen. Komt-ie! Stel je voor, je squat al een tijdje en je hebt dit opgebouwd naar 100 kilo. Je squat en je squat, maar na verloop van tijd blijf je vastlopen. Je plant een deloadweekje in, je eet goed, je slaapt voldoende, maar toch blijf je weer steken op die 100 kilo. In een van mijn andere video's heb ik al eens uitgelegd wat het verschil is tussen kracht opbouwen of spiermassa opbouwen. Ik wil het in deze video dus heel kort en bondig houden. Zeker wanneer je kracht op wilt bouwen is het niet de bedoeling om je spiervezels groter te maken, maar om er alleen meer te kunnen activeren. Je spieren bestaan niet uit één grote spier. Je spieren bevatten spierbundels, die bestaan eruit spiervezels en die kun je nog verder opdelen, maar samen maken die één spier. En aan die spiervezels, daar zit één motorneuron aan. Een aantal spiervezels en één motorneuron noem je één motorunit. Je lichaam bevat enkele duizenden van deze motorunits. Alleen de helft is gewoon niet actief wanneer je niet aan krachttraining doet. Pas wanneer je aan krachttraining doet, kun je meer motorunits aanspreken. Dus meer spiervezels / meer spier aanspreken. En als je meer spier kunt aanspreken, kun je meer kracht leveren. Het gaat dus niet om het groter maken van die vezels, maar om meer van die vezels tegelijkertijd te kunnen aanspreken. Maar na verloop van tijd wordt het steeds lastiger om deze motorunits aan te spreken, om telkens meer spiervezels aan te spreken. Dat hebben jullie allemaal vast al meegemaakt, vast al een keer gemerkt. Aan het begin word je vrij snel sterk en na verloop van tijd blijf je eigenlijk vastlopen en moet je andere trainingstechnieken en andere trainingsmethodes toepassen om weer progressie te gaan boeken. En voor de bodybuilders onder ons geldt natuurlijk precies hetzelfde. De eerste 10 kilo spiermassa is vrij makkelijk om toe te voegen aan je lichaam. De tweede 10 kilo wordt al heel lastig en de derde 10 kilo is echt gigantisch lastig. Hetzelfde geldt voor, in mijn voorbeeld, het squatten. De eerste 100 kilo is vrij makkelijk. De 200 kilo wordt al redelijk lastig. En 300 plus kilo, dat is bijna onmogelijk. Even terug naar de motorunits. Zoals je weet, als je meer motorunits, meer spiervezels kan activeren, kun je meer kracht leveren. Dat klinkt logisch, toch? Er zijn er nog twee andere methodes om kracht te kunnen leveren, om specifiek te kunnen trainen voor kracht. Nummer 2 is synchroon laten lopen. Je wilt al die spiervezels tegelijkertijd activeren. Al die motorunits moeten tegelijkertijd aangaan. Dat gaat om honderdste millisecondes, maar je wilt dat als spiervezel A kracht levert, spiervezel B dat tegelijkertijd A en B tegelijkertijd activeert. Activeren en niet nummer 1 eerst en dan nummer 2 eerst, of nummer A en B eerst. En nummer 3 is de snelheid waarmee deze worden geactiveerd. Als nummer A activeert en nummer B ook tegelijkertijd, wil je wel dat ze per direct kracht kunnen leveren. Oftewel zo explosief mogelijk. Dit is een voorbeeld voor explosiviteit. Zwaar squatten is niet explosief. Springen is heel explosief. Om de theorie van daarnet even op te sommen, hebben we de 3 punten. Je kunt meer motorunits aanspreken. Je kunt meer motorunits tegelijkertijd aanspreken. En we kunnen ze sneller aanspreken. Nu je dat stukje theorie hebt gehad, mag je het voor mij eigenlijk allemaal weer vergeten. Maar je weet nu in ieder geval wat je kunt trainen. En ik ga nu vertellen hoe je het kunt trainen. Om meer motorunits aan te spreken is het vrij makkelijk. Om sterker te worden is in theorie redelijk simpel. Je traint plus minus met 80% van je 1 RM. Dus oftewel het gewicht waar je 1 herhaling mee kunt maken, dat gewicht neem je 80 kilo. Als jij 100 kilo kan squatten, je maakt er 1 herhaling mee en je kan echt niet meer en je houding is goed, dan neem je daar 80% van, dus 80 kilo. Ergens tussen de 80 à 100%, dus 80% word je sterker van, 90%, maar 100% word je ook sterker van. Zo leer je meer spiervezels te activeren. Als je meer spiervezels aan moet kunnen spreken, meer motorunits, oftewel je wilt sterker worden, dan is het eigenlijk vrij simpel en veel van jullie zullen dit eigenlijk al doen. Dan is het de bedoeling dat je je 1 RM berekent, hoeveel je maximaal 1 keer kunt halen. Dus je squat met 100 kilo, je kunt echt niet meer, dat is je 1 RM. Daar neem je ongeveer 80% van en daar maak je een aantal herhalingen mee. Gemiddeld genomen zullen dit ongeveer 5 herhalingen zijn. Je kunt ook sterker worden als je bijvoorbeeld met 90 of 85% van je 1 RM traint. Alleen dan kun je natuurlijk geen 5 herhalingen meer maken.
Normaal gesproken de beste methode, zeker voor beginners, is 5x5. 5 setjes, 5 herhalingen op plusminus 80% van je kunnen. En om alle spiervezels synchroon, dus tegelijkertijd, te laten aanspreken en sneller te kunnen aanspreken, moet je explosief trainen. Stel je voor, je kunt maximaal 100 kilo squatten en hier kun je 1 herhaling mee maken. Dit is dus je 1 RM. Wanneer je nu met 95 kilo een aantal herhalingen gaat maken, dan zal dit verschrikkelijk langzaam gaan en verschrikkelijk zwaar zijn. Je lichaam gilt nu om meer motor unit activatie, omdat het deze tekort komt. De week erop ga je trainen met 70 kilo en je kunt hiermee bijvoorbeeld 20 herhalingen maken. En zoals jullie weten ga je hier niet sterker van worden. Wat je met dit gewicht wel kunt doen, is zorgen dat de motor units sneller en tegelijkertijd worden aangesproken. Zoals ik al eerder vermeldde, je lichaam heeft echt enkele duizenden motor units. Maar om mijn voorbeeld wat duidelijker te maken, om jou wat meer te kunnen leren, heb ik dit simpel gehouden en hou ik het van motor unit 1 tot en met 11. Motor units worden ten alle tijden in dezelfde volgorde aangesproken. Eerst slow twitch, dan fast twitch. Daar zal ik ook nog eens een video over maken. Wanneer ik dus 70 kilo squat, stel je voor, ik squat 70 kilo. Dan heb ik spiervezel 1 tot en met 7 nodig. De volgende keer, als ik weer 70 kilo squat, gebruik ik weer diezelfde 7 spiervezels en daarna weer. Deze laat ik dus altijd links liggen. Die worden niet geactiveerd. Maar stel je voor, jouw 1 RM, jouw 1 repetition maximus, is 100 kilo. Je kan echt niet meer. Dan zou je tot en met spiervezel 10 aanspreken. Motoneuron, motorunit 10. En op het moment dat je 105 kilo gaat proberen, kom je misschien tot en met 11. Want je lichaam komt tekort. Het gaat bijna niet. Laten we het niet overdrijven. Misschien 101 kilo en je pusht. En dan gaat nummer 11, pling, die gaat branden. En die kun je in de toekomst dus ook gaan gebruiken. Maar moet je dan altijd op je maximale kunnen trainen? Nee, want je kunt ook de spiervezel laten synchroon laten lopen en sneller te leren aanspreken, terwijl je maar met bijvoorbeeld 70 kilo squat. Je kunt eigenlijk 70 kilo squatten, maar door de oefening wat anders uit te voeren, kun je even pieken naar nummer 10/nummer 11. Daar zal ik even een voorbeeldje bij geven. Stel je voor, je hebt een auto en die heeft 600 pk. Wanneer jij 300 km per uur gaat rijden, dan heeft hij alle 600 pk nodig. Maar ook als je maar 20 km per uur gaat rijden, kun je alle 600 pk gebruiken. Je staat stil, je trapt het gas vol in, laat de koppeling omhoog komen en de auto laat in één keer alle kracht los om van 0 naar 100 te komen. Dus hij gebruikt ook alle 600 pk om van zijn plek te komen. Terwijl hij niet zijn maximale snelheid bereikt. Snap je mijn punt? Je kunt, terwijl je heel veel motor units hebt, toch met een lichter gewicht gaan trainen. Zodat je baf, zo explosief, zo agressief mogelijk de oefening uitvoert. Zodat je even piekt. Deze techniek is niet super geschikt voor mensen die nog niet zo lang aan krachttraining doen. Die echt bewust bezig zijn met sterker worden. Beginners die kunnen beter 5x5 gaan doen, zoiets als strong lifts of starting strength, etc. En pas wanneer je daarmee klaar bent, dan kun je deze methode gaan toepassen. Het zal misschien afhankelijk van wat jouw genen zijn, hoe hard jij traint, hoe goed je slaapt, etc. zal plusminus na een jaartje zijn. Hoe pas je dit toe? Test je 1 RM. Stel je voor, dit is voor het gemak 100 kilo. Dan ga je trainen met 50 tot 75% hiervan. Oftewel 50 tot 75 kilo. Het is afhankelijk van welke oefening je doet. Bij een deadlift zou je bijvoorbeeld maar 1 herhaling willen doen en bij een benchpress 3 herhalingen, aangezien je daarvoor minder spiermassa gebruikt en dit dus minder belastend is voor het lichaam. Stel je voor, we focussen ons alleen op de squat. Dan doe je maandag 5 setjes van 5 herhalingen met 85 kilo. Ik noem dit de prikkel. Woensdag doen we 3 setjes van 3 herhalingen met 50 kilo en dan doen we een variatie van de squat. En dit doen we zodat we kunnen herstellen. Dit is dus niet al te zwaar. Vrijdag doen we 10 setjes met 2 herhalingen met 70 kilo, zodat het nog wel intensief is, maar je alsnog kunt herstellen. Dit is nog belangen na niet je 1 RM. Nu komt de truc. Je kunt natuurlijk die 70 kilo op deze manier uitvoeren. Maar om die reden liet ik niet de Lambo van Joël zien. Wat je wilt zien is dit. Het gewicht mag dan super licht zijn, maar zorg ervoor dat het voelt als je 1 RM.
Zorg dat je al je energie erin stopt, anders heeft het geen enkel nut. Op vrijdagen voer je de squat dus altijd zo explosief mogelijk uit. Zodra je merkt dat de herhaling langzamer gaat, dat het gewichtje afremt, dan is het gewicht te zwaar. De rustpauze is vrij kort, gemiddeld 30 tot 50 seconden. Dan komt er misschien nu een vraag in naar boven. Raymond, waarom train je niet 5x5 met 85 kilo, die training daarop 87,5 kilo, weer 5x5 en dan weer 5x5 met 90 kilo. Ja, dit kun je absoluut doen als je een beginner bent. Begin natuurlijk altijd met een laag gewicht en in mijn voorbeeld neem even gemiddelde persoon. Er zit natuurlijk een verschil tussen een meisje van 50 kilo of een man van 150 kilo qua gewichten. Dit kun je absoluut doen als je een beginner bent. Gewoon vooral doen, het gaat prima werken en dan word je op die manier word je heel snel sterk. Maar stel je voor je hebt een gewicht bereikt wat voor jou zwaar is. Stel je voor 150 kilo. Jij doet het op een maandag, 5x5, 150 kilo. En de dag daarna wil je herstellen en de dag daarna wil je weer gaan trainen. Is het bijna onmogelijk om weer 152,5 te pakken. Omdat je lichaam gewoon nog niet hersteld is. Dus je moet die training moet je wat anders gaan doen. Dus je gaat van die 150 kilo misschien 70% pakken. Uit mijn hoofd weet ik niet precies hoeveel dat is. Maar stel je voor je pakt 110, 120 kilo. Dus maandag 150, woensdag 110, 120. En dan daarna herstelt je lichaam nog meer. En dan kun je dus die explosieve squats gaan uitvoeren waar we het heel deze video over hebben gehad. Zodat je met toch een iets minder gewicht nog wel een prikkel kunt geven. Maar omdat het gewicht nog niet zo hoog is, is het ook niet heel erg belastend. En dan pas weer die volgende maandag komt er weer 2,5 kilo bij. Wil je nou nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. En dan kun je natuurlijk ook abonneren. Bedankt en tot volgende week.